In de spotlights op het podium van de Echo, want hier is vanavond de popprijs, de HU Popprijs 2008. Vijf bands strijden tegen elkaar om de beste band te worden van de Hogeschool Utrecht. Een van de bands die vanavond optreedt is dus ook Santanero. En nou ja, daar zitten we mee hier backstage. Hey jongens, dit is de derde keer dat jullie meedoen met de HU Popprijs. Waarom gaan jullie nu wel winnen? We zijn hier gewoon om even lol te trappen en gaat niet echt om te winnen. Maar als we winnen is het mooi meegenomen. We hebben een studiodag erbij. Nieuwe dat is de prijs die je wint, hè? Ja, volgens mij wel. Dus ja, het gaat ons altijd om het optreden. Ik vind het echt leuk, gezellig. Jullie zijn er... Heren, ik voel echt die goede vibe hier. Ik voel dat het helemaal goed gaat komen. Nou, super veel succes. Dankjewel, man. Hey, cool, man. Dankjewel. En jullie ook bedankt. En ik ben voor jullie een beetje. Volgens mij ging het heel erg goed, de zaal ging helemaal met ze mee. Ja, ik ben benieuwd natuurlijk wat ze er zelf van vinden. Even naar de zanger die hier nog staat op het podium. Hey, hoe ging het? Ja, goed, denk ik. En jij? We gingen naar links, we gingen naar rechts, we gingen naar links en het hele publiek ging ook mee. Ja, dat proberen we in ieder geval voor elkaar te krijgen. Het is goed gelukt, dus ja. En het applaus is ook het allerhardst voor jullie. Ja, maar ja, dan win je weer de publieksprijs als 2 jaar achter elkaar. Dus dat is wel een beetje het dilemma, maar goed. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat jullie gaan winnen. Ik hoop het echt. Ja, whatever, we gaan ervoor. Shit happens. Derde keer. Jongens, winnen jullie weer de publieksprijs voor de derde keer? En dan gaat de juryprijs weer aan jullie neus voorbij. Ja. Ik weet niet. Nee, maar voor ons is altijd toch publieksprijs belangrijkste. Ik bedoel, mensen zijn uit hun dak gegaan, dat is toch het belangrijkste? Wat denk je zelf? Het commentaar wat jullie kregen is, de meisjes hadden schuddende kontjes, iedereen ging los en dan... Ja, ik begrijp het niet. Ja. Waarom winnen jullie dan niet de juryprijs? Het is elk jaar zo. Ja. Dus we hebben gewoon de curse of de popprijs. Wat wel heel erg leuk is, ik heb alweer de wietgeur hier in mijn neus, want er wordt een jointje gedraaid. Ik denk dat jullie maar heel veel gaan blowen en heel veel gaan drinken. Oh, gaan genieten van jullie publieksprijs. Hey, mijn moeder mag het niet zien, hè? Mijn moeder mag het niet zien, jongen. Mijn moeder mag het niet zien. Hey, kut man. Hey, ik ruik jonko.